Motorpodcast. Ik wist gewoon, motorfietsen, dat is het voor mij. Als wij als gezin vroeger, was het wel zo dat de zaak een hele grote rol speelde. En dan ben je zo stom om s'avonds in je vrije tijd dan toch weer marktplaats en internet af te struinen. Voor die één hou je maar. Mensen zijn wel geneigd om een helm te groot te kopen. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon. De 98ste aflevering. Weet je van, zeker? Ja, de 98ste aflevering. Ja, ik moet af en toe ook even spieken. Van het nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Volgens mij wordt ons nieuwe credo ook, dat bevalt goed. Ja. Ja. Ja, ik had vandaag ook weer iemand hier in het gebouw die zei van... ik luister altijd, ik rijd nog geen motor, maar ik luister wel altijd. Dus voor iedereen die dus van alles houdt wat met motoren te maken heeft. Als je de passie met ons deelt, ben je welkom. Ja, blijf lekker luisteren. Zometeen Roger en Nicole van de Kuinder. Want hoe lang hou je een familiebedrijf draaiende, joh? Al bijna 100 jaar. Ik vind het knap. Ja. Heb jij motormomenten meegemaakt, Peter? Ja, ik heb een motormomentje. Nou, ik had natuurlijk een tijdje geleden had ik een piep in mijn motor. Die is er helemaal keurig uitgehaald. Yes. Alles onder garantie uiteindelijk. Het is goed gekomen. Maar vanmorgen pakte ik hem opnieuw. En ik duw de motor naar achter. En ik kon... En dan ik denk, nou, wat is dit dan weer? Hè? Ik duw de motor weer naar voren. En ik hoor datzelfde geluid nog een keer. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Dat rotding, hij begint weer te piepen. Ik laat de motor stilstaan, maar ik hoor nog steeds... Wie! Ik word het nou weer... Hoe kan dat dan? Hond van de buren zat vast in het kattenluik. En daar kwam zo'n geluid uit. Maar ik dacht even dat het mijn motor weer was. Dit verzin je niet. Hoe heb je hem eruit gekregen dan? Nou, de buurvrouw hoorde ik op een gegeven moment gillen. Die hond zit vast. En toen hoorde ik weer dat geluid. Maar dat was echt zoiets... Een aanlopend motorgeluid kwam eruit die hond. Fantastisch, fantastisch. Nou, ik ben blij dat je piepende belt over is. Hopelijk blijft het zo. Ja, ik heb de R1 inmiddels weer terug. Na al jullie tips, daar hebben mensen naar gekeken, opgereden, aangevoeld, aangesnuffeld. Er is van alles weer mee gedaan. En nu rijdt hij als een zonnetje. Er moest wat aan de koppeling en aan het gaskleppenhuis gebeuren. En nu is hij echt mijn R1. En dat heb ik geweten, want ik was al lekker mee aan het tuffen. En ik had ook meteen contact met de politie. Oh jee. Ik was flink rondje Noord-Holland wezen rijden. En toch even goed opnieuw inrijden. Ik kom thuis. Althans bijna thuis. Laatste bochtje. Opeens allemaal mensen aan de telefoon die in mijn noodlijst staan. Oh jee. De noodlijst kun je instellen op je iPhone. Dat als er wat met je gebeurt, dat die dan gewaarschuwd worden. Maar dat is de bedoeling dat het gebeurt als jij in een greppel ligt, niet meer kunt reageren. En bij het laatste stoplicht, toen op een gegeven moment begon mij te dagen, bij het laatste stoplicht voelde ik mijn Apple Watch die ik om mijn pols zet, die begon te trillen en te doen. En ik dacht eigenlijk dat dat een reminder was die ik was vergeten. Maar blijkbaar heb ik iets op de motor geflikt. Waarschijnlijk dat de remming bij het laatste stoplicht, dat mijn horloge dacht, Dennis ligt in de greppel of is tegen de muur gereden. Die is gaan waarschuwen. Ik heb natuurlijk niet gereageerd, want ik had mijn motorpak aan, mijn handschoenen, dus ik heb niet op stop gedrukt. Die is mijn moeder, mijn broertje, de politie gaan bellen, mijn huisarts, mijn hele noodlijst. Dus die waren allemaal in paniek. Wat de politie daarmee doet, weet ik niet. Want die krijgen dan een soort locatie door van Dennis QC ligt in de greppel, ga wat doen. Maar het was dus loos alarm, maar zo zie je maar. Het was gewoon 50. Het was geen hele bijzondere remming, maar blijkbaar hard genoeg voor Apple om te denken, Dennis ligt... Is dood, ja. Maar hij rijdt heerlijk de R1. Maar deze paniektoestand wil ik niet mensen nog vaker toebrengen. Krijg je dan uiteindelijk een soort boete? Dat is hiermee het alarm. Nou, als je er doorheen loopt en je doet het voor niks, dan moet je betalen omdat je voor niks het alarm hebt afgegaan. Sterker nog, de volgende dag ging het naar mijn werk en dan verplaats je. En dan begon het systeem weer van Dennis QC heeft zich verplaatst. Gaat hij weer dat hele lijstje af? Dus nou, toen heb ik snel op stop gedrukt en jongens, ik leef nog. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van de twee eigenaren van de oudste, nog altijd operationele motorzaak in Nederland, Roger en Nicole van der Kuinder. Welkom. Welkom. Ja. En gefeliciteerd. Een motorzaak die al 95 jaar open is, sinds 1928. Nou zijn er in het verleden wel motorzaken geweest die langer geopend zijn geweest. Maar ja, verleden tijd, ze zijn er niet meer. En jullie zijn er dus al sinds 1928. Ja, juni 1928. Wat kostte een liter benzine toen, joh, 1928? Zie ik nu opeens te bedenken. Ja, dat zoeken we op. Lang leven de moderne techniek. Het is 36 cent per liter. Ja, dan kan je nog eens gas geven. En dat gaan wij nu ook doen. Snel naar de eerste vraag die wij altijd aan al onze gasten stellen. Waar rij je op? Ja, nou ja, de Yamaha Tenere 700 World Rate. Oh, dus met twee tankdopjes, hè? Ja, twee tankdopjes. Daar kan extra veel in. Ja, joepie.
Ik vind die nieuwe die er aan zit te komen, de Extreme, die vind ik ook wel mooi. Ja. Heeft een hoger spatbordje. Ja, klopt. Heb je er een spijt van dat je die Tenere hebt verkocht? Hoor ik dat tussen de regels door? Nou ja, kijk, ik vind het toch leuk speelgoed. En ik kwam bij een goede dealer vandaan. Ja. Ja, dat is wel zo. Maar goed, nee, ik heb er geen spijt van. Nee. Maar als ik dan zo weer even op de site zit te kijken, denk ik van, ja, is toch wel leuk om er ook nog even bij te hebben. Ja, maar die extra tanken, omdat je veel kilometers maakt? Ja, dan maak je de actieradius wat groter. Ik maak geen extra kilometers. Oh, nee, ik denk, nee. Je gaat de halve wereld ermee rond. Nee, ik tank hem één keer af en doe ik het hele jaar ermee. Oh, oké. Okay. Serieus? Ja. Heb je een motorzaak aan de rij zo weinig? Ja, nou, ja, dat is klopt. Het. Ik vind weinig bijzonder. Tijd. Weinig tijd, ja. Dat is waar. En lang leven het verkeer in Hilversum. Ik ben gezegend met een elektrische Neos. En daar doe ik dan mijn woon-werkverkeer op. Dus dan rijd ik met een hele mooie snoepwinkel vol met motorfietsen. Met een elektrische Neos heen en weer naar de actieradius van? 22 kilometer. Oh, Yamaha Neos. Oké. Zo'n bromfiets. Oké, dat is zo'n elektriek. Ja. Ja, een motorscooter. Nee. Een scooter. Scooter. Een bromscooter. Een 45 kilometer scooter. Ja. Ja. Ja, die files in Hilversum die worden er ook niet beter op. Want die worden steeds langer achter mij. Want die rijdt 45 kilometer max. En dan zie je echt de mensen die duwen je het liefst gewoon heel Hilversum door. Ja. Dus dan zou je nog zuiniger rijden. Ja. Maar dan pak je gewoon, dan mag je ook weer op de stoep, toch? Met zo'n ding, of niet? Ja, dat mag niet. Maar soms dan willen ze je daar liever wel hebben. Want dan hebben ze al een heel stukje ring Hilversum achter je gereden. En dan worden ze toch wel vrolijk als je een keer een afslag inneemt. Oké. Okay. Nicole, wat rij jij eigenlijk? Ik wissel het een beetje af. En ik rij heel weinig. Net zo weinig als Roger, denk ik. Maar MT-07 of de Tracer 7. Dat diep ik het liefst. Okay. Of de Tenere 700 vind ik ook nog wel leuk. MT-07, dat is een naked. Ja. Tracer is met een half kuipje. En die kan je dan gewoon pakken, omdat die toch in de snoepwinkel klaar staat. Precies, ja. Dus daar hoef je niet echt over na te denken. Die pak je gewoon, hup, even een stukje rijden. Ja, dat is het voordeel van een redelijke demo- en verhuurvloot natuurlijk. Oké, dus daar rijden jullie vooral op de demo's en de verhuurmotoren. En we gaan je zo nog vragen wat je zou kopen als je dus 100.000 euro zou krijgen. Ja. Wat voor droommotor er dan komt. Wordt het dan nog een verhuurmotor? Of denk je dan bij jezelf, nou, hoor het zo meteen wel van. Ja. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Even terug naar het begin, 1928. Wat voor motoren stonden er toen in de winkel? Ja, dat was met name natuurlijk Europees. Want begin jaren 1900 waren natuurlijk de Europese merken die vertegenwoordigd werden. En de Japanse merken zijn natuurlijk pas later gekomen, eind jaren 50, 60. Ja. Ja, kopiëren van de Engelse motorfietsen. Dus wat vooral BSA-motoren? Ja, BSA, Norton, dat soort merken. Ja. En het mooie is, we hebben nog zo'n heel ouderwets kaartenbaksysteem. Daar is mijn opa ooit mee begonnen. En daarin kunnen we dan nog weer terughalen wat er ooit verkocht is. En dan kan je ook zien dat er jaren zijn dat we 16 merken hadden. En in dat jaar verkochten we misschien 5 nieuwe motorfietsen. Dus dan had je, als je er dan van 5 verschillende merken wat verkocht, had je toch 11 merken waar je wel dealer van was, maar waar je gewoon niet 1 motorfiets van verkocht. Dus dat was de mooie oude tijd. Ja. 11 merken waar je dan niks van verkoopt. Dan staat de boel toch goed vol? Nee, we hadden gewoon 16 merken waar we dan dealer van waren. En toen was het nog niet zo dat je volgedouwd werd door de importeurs. Maar dan kon je nog zelf kiezen wat je wilde verkopen. En dan was je wel dus dealer van het merk. En dan kon je de onderdelen leveren en dat soort dingen. En het onderhoud uitvoeren. Mm-hmm. Maar dan had je niet daarvan zo heel veel voorraad. Nee. En toen verliep de voorraad natuurlijk ook nog niet zo snel als nu. Want toen had je een model en het ging gewoon meerdere jaren mee. Ja. Proef ik hier nou een klein beetje van, ja, dan moet ik van de importeur dit neerzetten en dat neerzetten. Terwijl ik toch liever dat en dat model gehad of neergezet. Nee, dat valt reuze mee. Tuurlijk heb je altijd wel je dingetjes. We zijn van alle merken die we gehad hebben, dus elk merk wat er geweest is, hebben wij eigenlijk wel in die jaren vertegenwoordigd. En we hebben een aantal jaren teruggekozen voor het exclusief Yamaha-dealerschap. Mm-hmm. Omdat je dan ook maar één iemand tevreden hoeft te houden. En doordat je, kijk, het is natuurlijk een keuze die je moet maken. Als je een middelgrote motorzaak bent, moet je of heel veel merken en overal een klein beetje van verkopen. Dan ben je eigenlijk van alles net niks. Of je moet je gaan specialiseren in merk. Mm-hmm. En dat hebben wij gedaan. Dan kan je een stukje verdieping erin doen. Ga je wat specials maken daarin. En dan vertegenwoordig je één merk. Dan ben je ook belangrijker voor dat merk.
Maar ja, dan kun je het ook veel meer naar je zin doen. En daar hebben wij voor gekozen. Ja. En waarom dan Yamaha? Waarom niet Suzuki of Honda als je toch die kant op... Ja, Honda... Of juist natuurlijk... iets heel anders, weet ik veel, Harley? Ja, 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 nou, dat is inderdaad heel wat anders. maar we hadden op het laatst hadden we inderdaad die Japanse merken. Honda, Suzuki en Yamaha hadden we over. En Peugeot hebben we ook nog heel even gedaan, die driewielers. Ja. En op een gegeven moment heb je gewoon minder klik. Met Honda had ik niet zoveel klik meer. Dus echt voor Yamaha gekozen. Gewoon vanwege de mensen die er werkten. De modellen die er zijn. De beleving die in het merk zit. Ze hebben natuurlijk Kando als leus, zeg maar. Dat je net even iets meer doet. Of net even iets meer krijgt dan dat je verwacht. Mm-hmm. En ja, die overtuiging heb ik ook. En dat is ook iets wat we het nastreven. Dat we ook net iets meer willen doen voor de mensen. Dan dat er misschien wordt verwacht. En ja, dat konden we het meeste kwijt bij Yamaha. Vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. Ja. Hey, maar toch maar even terug naar 1928. Hè. Toen was motorrijden toch eigenlijk voor den armen. Ja, en nu word je er arm van. dat ben je niet rijk. Dat was ook maar zo. Dat is toch weer iets anders. Ja. Het blijft toch echt... Hoe professioneel het ook wordt, het blijft toch echt wel een liefhebbersding, motorfietsen. Weet je, als we naar onszelf kijken, kom je bij ons op de tweede verdieping. En dat is een verdieping waar je eigenlijk niet komt. Daar vind je dan toch ook wel een rijtje met, en dan eigenlijk allemaal oude Yamaha's. Omdat daar de passie toch echt wel in zit. Dan ben je de hele dag bezig om motorfietsen te verkopen. En dan ben je zo stom om s'avonds in je vrije tijd dan toch weer marktplaats en internet af te struinen. Voor die één oude Yamaha die je tegenkomt, die je dan toch alweer op geboden hebt of alweer gekocht hebt. Zonder dat je dat eigenlijk onder controle hebt. Nee. Dus dan heb je toch nog de hele dag ben je het aan het verkopen. En dan koop je ze ook nog weer terug. En dan heb je ze boven staan. En dan komen we toch weer op het rijden met de kilometers en de veel te weinig kilometers. Ja. Ik rijd er niet op, maar ik heb ze wel. Ja. Dat is het familiemuseum op de tweede. Ja, ja, en dat is nog meer mijn hobby dan dat van mijn zus. Want iedere keer hoor ik weer, van heb je er nou verdomme weer zo'n ding gekocht? Ja. Mm-hmm. Maar ja, dan staat hij er wel weer. En dat is dan het bezit is gewoon... Ja, ik wou net vragen, is het dan het bezit of is het juist daarna weer doorverkopen? Of er juist iets aan doen en eigen maken? Of sommige mensen willen ook een motor helemaal customizen? Ja, nee, dit is gewoon hebben. Gewoon toch weer 's avonds en dan kom je... ja, tweetakt is natuurlijk leuk. Dan, ik heb een prachtige TZR 250 staan boven. En een TDR 250, tweetakt. Ja, weet je, er zit geen Nederlands kenteken op. Maar dat interesseert me niks. Want ik ga er waarschijnlijk nooit op rijden. Nee, hij en als staat ik, er maar. Maar ik heb hem wel. Lampje erop, stofdoek eroverheen zo nu en dan. En dan ja, dat. Jullie zijn broer en zus. Ja. Hoeveel andere familieleden zitten er nog in bedrijf? Vaders nog. Vaders werkt nog. Ja. En jullie zijn de enige twee kids. Ja. Hoe is het, want jullie zijn de derde generatie. Ja. Hoe is ooit de eerste generatie begonnen in 1928 met het bedrijf? Ja, dat is een beetje het meest woord doe ik toch wel, hè? Ja, dat is prima. Vertel jij het eerste stuk maar. Nou ja, opa die is er mee begonnen. De vader van onze vader. Dus die, die heeft het opgestart. Maar die dacht van, ik ga gewoon een motorhandel beginnen, een motorzaak. Ja, die vond het gewoon leuk. Ja. Ja, dat is eigenlijk net even een beetje te vroeg voor ons. Want onze opa is overleden in 1976. Mm-hmm. En daar heb ik best wel heel veel van meegemaakt. Want ik was als kleinkind zat ik altijd al te spelen. Mijn opa heeft eigenlijk een beetje dezelfde... en nog misschien nog een beetje extremer... met het verzamelen van motorfietsen had hij. Ja. Ten opzichte van mij. Mijn vader heeft dat een generatie overslagen. Die heeft niks verzameld daarin. Die heeft de verzameling van opa verkocht in de tijd. Maar mijn opa verzamelde oude Engelse racemotorfietsen. En er zaten echt hele unieke motorfietsen bij. En dan speelde ik bij hem in het museum, zeg maar. Daar was hij de motorfiets aan het opknappen. Maar echt het waarom... Weet je, ik was toen 5. Dat is te jong. Daar heb je daar niet over gepraat. Maar hij is met zijn broer begonnen ooit. In 1928. En echt alleen motorfietsen. Dus ook geen auto's of dingen erbij. Zijn broer, en onderhoud, toch? Onderhoud, ja, motorfietsverkoop en onderhoud. Ja. Wiebe, dat was onze opa. Piet, dat was zijn broer. Die hebben dat samen gedaan. En op een gegeven moment kreeg oom Piet toch wat meer interesse in auto's. Nou, dat wilde mijn opa helemaal niet. En die heeft hem toen uitgekocht. En toen is mijn vader erbij in de zaak gekomen. Aha. En altijd in Hilversum? Altijd in Hilversum, ja. Hartje Hilversum? Ja. Pandje erbij. Ja, ja. 1928 is mijn opa begonnen samen met zijn broer.
was in de haven Dwarsstraat. Maar dat konden we niet echt meer achterhalen. En ongeveer vanaf 1934 hebben we op de Koningsstraat gezeten. En dat was zoals het vroeger ging. Pandje erbij, pandje erbij, pandje erbij. En op een gegeven moment aan de overkant, dan kwam de kledingshop. Ja. En ja, dat is ook nog een verhaal apart. Want ja, de kledingshop gaan we nu na 50 jaar gaan we daarmee mee stoppen, zeg maar. Ja, want ik zag veel Sil en dat is een beetje jouw kindje. Ja, dat is mijn kindje. Ja, ik moet toch afscheid nemen van het kindje. Want, waarom? Ja, dat is zo gegroeid. Het is lastig met de kleding. Er zijn heel veel ontwikkelingen. Er worden steeds grotere specialistische bedrijven komen daar die puur en alleen kleding doen. Heel veel concurrentie van online shops. En ja, we hebben nog een poging gedaan om het iets rendabeler en iets beter te krijgen. Mm-hmm. Met de samenwerking met Voordeelhelmen. Maar ja, dat is toch iets anders. En voornamelijk het personeelsprobleem treft ons ook. Want we krijgen gewoon niet de goede mensen. Nee. En dan draai jij alle diensten in je eentje? Dan draai ik alle diensten. En omdat je dan drukker krijgt, omdat je online zichtbaarder bent, kan je niet iedereen meer goed adviseren. En dat is wel mijn passie om mensen alsnog wel de juiste spullen te laten kopen. En dat gaat niet. En wat ga je dan nu doen als de ik blijf. Je blijft? Ja, nee. Er is genoeg je gaat het museum exploiteren boven. Ja, ze mag poetsen. Ja, poetsen. Nou, daar ben ik zo goed in. Nee, en als je passie de kleding is, de helmen, alles, zeg maar, alle toebehoren. Nou ja, ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk in de praktijk gaat zijn. Maar doordat we het zo druk hebben gehad en weinig mensen, zijn de andere kanten een beetje versloft. Online zichtbaarheid, site, marketing, zaken. Er zit ook natuurlijk nog een stukje administratie aan vast. Ja. Dat is niet mijn grootste hobby, maar dat moet ook moet gebeuren. Ja. Dus nee, ik kan mijn tijd wel vullen. Want ergens is er een moment geweest dat jullie vader zei van ja, jullie worden nu 16, 17, 18. We gaan eens nadenken over je toekomst. Hoe zijn jullie in het bedrijf gerold? Ja. Nou, voor mij was het al eigenlijk vanaf kinds af aan is er nooit geen sprake geweest van iets anders. Nee? Ik wist gewoon modderfietsen, dat is het voor mij. Ja. Doordat je ertussen voetbalde en ja, maar ik heb altijd al gesleuteld, gerommeld gedaan. Modderfietsen, bromfietsen was prachtig. En ik was niet iemand die kon ja, kan wel leren, maar dat kan mij echt helemaal niks boeien. Dus mij moet je gaan lappen tekst voor houden, dat wordt niks. Dus ik ben echt iemand van de praktijk. Dus ik heb me door 4 jaar MAVO heen gestruggeld. En toen had vaders ook wel zoiets van, en moeders ook, van wat moeten we die beste man nou laten doen? Want ja, dat wordt niet wat. En toen was ik de jongste leerling op de IVA ooit, Instituut voor de Oudhandel. 2-jarige opleiding. Dat was best lastig. Ik was de jongste leerling ooit, 16 jaar. En dat is echt jong, want de gemiddelde leeftijd in de klas was 26. En 10 jaar is echt heel veel op die leeftijd. Maar ja, ik wist wat ik wilde worden. Ik wilde naar de zaak toe. Dus ik heb 2 jaar IVA gedaan. Met wisselend succes. Ik heb het afgerond uiteindelijk op Grosschut. Nee. Ja, dat was echt succes. Als je verslaapt tijdens je examen. Nee, dat was voor mijn middenstandsexamen. Dat had je toch niet meer nodig. Dus, nee, dus dat was. En toen op de zaak. En toen was ik klaar met de IVA. En toen wist ik dat ik in dienst moest in 91. Dus ik was 90, was ik klaar met de IVA. Een halfjaartje op de zaak gewerkt. Een jaartje dienstplicht. En toen had je in de tijd in Apeldoorn een grote motorzaak. Begin jaren 90 de import van al die modderfietsen vanuit Amerika. Dat ging als een malle natuurlijk. Waanzinnig. Om het toch eens ergens anders te leren. Gewoon eens voor een baas. Action Motors in de maten. Prachtig pand. Heel groot. Heel veel import van modderfietsen. En daar zou ik 3 maanden aan de gang gaan. En Edjo Buitenhuis was daar de baas. En die zegt, nou meneer Kaander, u wilt het leren, dat kan. Wij zijn 6 dagen in de week open. We beginnen 's morgens om 7:30. Wil jij een kopje koffie drinken, dan moet je zorgen dat je er om 7:00 bent. Om 7:30 gaan we aan de gang. En 's avonds is het klaar als het klaar is. En dat was 6 dagen in de week, zou ik 3 maanden gaan doen. En ontzettend veel geleerd. Het was echt ontzettend gaaf om te doen. En daarna ben ik op de zaak begonnen. En vaders zei van, nou, wat wil je gaan doen? Ik zei, nou, modderfietsverkoop. En vanaf dat moment heb ik gewoon de modderfietsen verkocht. En ingekocht. Zomaar gewoon, doe maar. Bestel maar, zoek het uit. Blind vertrouwen. Blind vertrouwen. Ja, en dat is het voordeel van een familiebedrijf natuurlijk. Dat je dat blinde vertrouwen met familieleden misschien makkelijker hebt dan met vreemden tussen haakjes. Ja, maar dan nog. Ik bedoel, ik ben gezegend met 4 kinderen. Maar
om dat vertrouwen te geven. Dat is toch echt knap. Dat is waanzinnig. En wat dat betreft, ja, nogmaals, steeds meer respect voor wat hij toen... Hij zal wel iets in me gezien hebben, denk ik. Ja. Nou, anders besta je niet 95 jaar en je hebt het succesvol overgenomen. Ja, ja. Ja, en dat was wel, hij was ook vroeg begonnen. Hè? Dus het was voor hem ook zijn hele... Ja, ja, want hij is op zijn 15e, Nico, onze vader, is op zijn 15e begonnen. En tot op de dag van vandaag is hij nog steeds op de zaak. Het liefst elke dag. Ja. En hij kan het niet meer. Hij wordt echt wel een beetje wat te oud. En hij best wel wat, ook voor zijn leeftijd eigenlijk al iets te veel slijtage en dingetjes tegen op dit moment. Maar het liefst is je nog elke dag op de zaak. Ja. Ja? Ja. Mooi toch, ze hoort het in een familiebedrijf? Ja, nou ja, ik kom ook uit zo'n familiebedrijf. Maar goed, jij bent dus op je vijfde zat je al bij je opa. Tenminste tussen de motoren. Ja, ja. Moest je ook meehelpen met sleutelen? Of tenminste af en toe even een sleutel vasthouden, zodat opa aan de andere kant hem vast kan draaien? Nee, dat was echt toen de tijd meer kijken naar wat opa aan die oude Engelse dingen aan het sleutelen was. Ja. Maar dat was nog natuurlijk, zeker in die tijd, het echte, ja, noem het handwerk, zonder al die technische computergedoe van nu. Ja, tuurlijk. Dat maar was echt nog was gewoon ook aanvoelen. De TT Assen, dat was het evenement. En daar moesten mensen naartoe. En al weken van tevoren was het in de werkplaats druk. Mensen kwamen langs. Hadden we nog van die grote blikken dukkums van dat kettingvet op de kachel staan in de werkplaats. En dat smolt dan. En dan haalde je die ketting eraf. Die werd dan schoongemaakt en gespoeld. Uitkoken, werd dan in dat blik dukkums op de kachel gelegd. Ja, en dan werd je ketting werd uitgekookt. En de ketting moest gesteld worden. En als die mensen daar waren in het verre Assen, ja, dan moesten ze soms alweer de ketting stellen voordat ze terugkonden. die tijden zijn wel veranderd. Ja, dat was een wereldreis, Assen. En tegenwoordig, ja, weer de fluitend. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl. Familiebedrijf, je werkt met je familie, maar je moet je familie af en toe ook wel een beetje kritiek geven, denk ik. Hoe doe je dat? Ja, nou ja, dat hebben wij natuurlijk ook wel eens. Ja, ja, natuurlijk. Ja, daar gaan we daar op zoek. Ja, ja, ja. Kijk ook even naar Nicole. Dan moet je wel eens tegen Roger zeggen, wat heb je nou toch ingekocht? Altijd. Ik zeg het meestal. Kijk, okay. Dat is makkelijk. Hè. Roger is meestal de snelle beslisser. En die beslist soms zo snel. Dan denk ik van, was het overleg of zo? Maar nee, nou, doe ze miskopen of je dacht van, nou, nee, dit had je miskopen. Niet moeten ik doen. Ik zeg geen miskopen, hoor, maar okay. Gewoon dat je ineens iemand hebt aangenomen. Of dat er, nou ja, ik ga niet in op de details. Maar heb je nou de zaak weer anders ingericht of dat soort dingen? Nee, ja, precies. Of gaan we dat ook doen? Ja, nee, dat had ik even besloten. Nee. Maar meestal pakt het heel goed uit. Maar hij is dan van de grote lijnen en ik van de details meer. Dat ik denk van, nou, heb je daar al aan gedacht? Of dat moeten we nog eventjes goed uitwerken. En dan vullen we elkaar wel weer aan. Maar het lijkt me wel pittig, want gewoon op een, zeg maar, zakelijk kun je tegen een collega best wel hard of in ieder geval anders kritisch zijn dan op je broer of je vader. Ja, aan de ene kant is dat lastig, want onze communicatie is ook niet altijd, we kletsen makkelijk misschien, maar de communicatie onderling is soms wel wat lastiger. Maar ja, je komt daar toch wel weer uit. Ja. Want je bent natuurlijk ook vergevingsgezinder. En je moet wel. Je blijft op broertje en zusje. Ja, precies. En op verjaardagen, dan gaat het ook alleen maar over de zaak, denk ik. Of op een uitje, feestje, borreltje. Wel even, in ieder geval. Ja. Of vermijden jullie dat? Ja, maar ook wel. En anders zegt de familie ook wel eens van, joh, weet je, morgen zien jullie elkaar weer. Maar ja, dan komen we er dus niet aan toe. En dan komen we er niet aan toe. Zijn we alleen maar aan het werk. Dat is weer een lang verhaal. Maar inderdaad, we zijn van de zomer ook met z'n allen op vakantie geweest. Dus vaders en moeders. En Niek met de kinderen. En ik met mijn gezin, met alle kinderen. En dan zitten we met z'n allen in één groot huis in Frankrijk. En dan zitten we ook met z'n allen bij elkaar. Ah, nou ja, als dat goed gaat. Ja. Mooi, ja, toch? Precies. Ja. 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 En dan gaat het natuurlijk toch even over het motorrijden, of niet? Nee. Nee? Nee. Want ik kom ook uit een familiebedrijf en het ging er de godsganselijke dag over het bedrijf. Ja, maar als er dan 6 kinderen in de rondte rennen, die ook dan, want we zijn natuurlijk hartstikke druk. Ja. En dan hebben ze je toevallig net even tot hun beschikking. En dan hebben ze natuurlijk ook wel recht eventjes op die tijd, op jou, zeg maar. Ja. Dat is ook wel zo. Ja, als wij als gezin, vroeger was het wel zo dat het natuurlijk altijd wel over motorfietsen ging. Ja. De zaak een hele grote rol speelde. Ja, want wordt dat dan nu minder, omdat jullie allebei kinderen, wordt dat de vierde generatie?
Of voel ik nu een beetje ertussendoor dat ze ook over andere onderwerpen praten dan nee, over motoren? Ze praten over alles behalve modderfietsen. Oké. Okay. Ja. 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 Hebben ze er helemaal niets mee? Jawel, jawel, zeker wel. Want bij jou is die wil, ja, absoluut rijden. En Mereltje, mijn dochter, die is ook al helemaal. Die wil dan met een schakelbrommer rijden. En Pepijn, de oudste, die heeft ook meteen al met zijn 18e dus 125e rijbewijs gehaald. Dus weet je, dat komt wel goed, dat rijden. Maar het draaien van een motorzaak, die liefde... Ik bedoel, ze kunnen nog steeds geen band plakken. Dus dat doet papi voor ze. Ja. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je geen motorzaak kan overnemen, toch? Nee, dat hoeft dat niet te betekenen. Het kan zijn dat ze heel goed zijn in administratie of marketing. Of, Ja, dat klopt. Dat klopt. Je luistert naar de Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En eigenlijk voor iedereen met motorpassie. Nou, dat zit hier wel in. Zometeen nog de 100.000 euro vraag. En we zijn het ook benieuwd naar jullie meest memorabele motormoment. De Motorpodcast. Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep MAG komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen en we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl. De Motorpodcast. Zometeen praten we in de bikeset van de Motorpodcast verder met Nicole en Roger van de Kuijner. Zij zijn de eigenaren van de oudste motorzaak in Nederland. De oudste motorzaak die nog altijd geopend is. Maar eerst gaan we eventjes naar de post. Ja, de mailbox is overstroomd. Want zoals jullie weten hebben wij begin oktober aflevering 100 al opgenomen. Er zijn heel veel leuke reacties op binnengekomen. Zo ook deze. Van ver weg is dan. Hallo Peter en Dennis. Ik wens jullie ontzettend veel plezier met het opnemen en vieren van de 100ste aflevering. Als ik nog in Nederland had gewoond, had ik al lang dat veel te dure kaartje gekocht om erbij te zijn. Smiley, smiley, smiley. Tot dusver is het weer hier aan de westkust van Canada, Vancouver Island, nog heerlijk mild. Iedere aflevering van jullie is een feest. Ik download er één en ik kan er een uurtje mee in mijn helm lekker rond mee toeven. Uiteraard kan ik deze mail niet afsluiten zonder een foto van mijn ride bij te voegen. Het is geen motor, hè. Dit is een Harley. Hij zit te dollen. Het is een 100-jarige jubileum Heritage Softail Classic uit 2003. Moet je kijken, wat een foto. Ja, Peter. Daar word je toch jaloers op. Die heeft hij van zijn vader overgenomen. Het is geen dikke tourmachine, maar wel, zoals ik het hier ooit te horen heb gekregen, een horny ride. Al met al een heerlijke machine om af en toe lekker mee naar het werk te rijden of om lekkere weekendtripjes mee te doen. Nou, het is prachtig. Hij kijkt nu al uit naar de 100ste. Cheers, Daniel Alfrink. Bedankt voor je mailtje. De 100ste komt tweede week december live, dus je moet nog heel even geduld hebben. Maar oh, wat was het gezellig. Mijfesto die schrijft vandaag vanaf de EV Experience naar huis. De aflevering aangezet als vermaak in de auto. En als je dan met 70 kilometer puur over de snelweg kruipt met de druppels kletterend op je metalen dak en je hoort de verhalen van mooie ver weg motorreizen, dan begint het bloed wel weer te kruipen, hoor. Waar gaan we volgend jaar heen? Ik heb alweer 2 uur internet afstruinen erop zitten. Bedankt heren Hans en Dia. Die hebben natuurlijk dat fantastische motorreisverhaal gedeeld. Ja, daar doen we het voor, de Motorpodcast met inspirerende motorverhalen. En ik heb nog 2 nieuwe vrienden van de show te bedanken. Bernard Zes en Jeroen Boer. Dank voor het zijn van vriend van de show. De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Terug naar onze hoofdgasten, Roger en Nicole van de Kuijner. Jullie zitten al jaren in de motorbiz. Zien we nou ook bepaalde trends dat je denkt van, nou ja, toen en toen, dat soort motoren, en dat zien we weer terugkomen, net als in de mode, bij wijze van spreken. Natuurlijk zie je wel wat trends. Ik bedoel, het meest verschrikkelijk is natuurlijk de trend richting het elektrische verhaal, maar dat is mijn persoonlijke afkeer daarvan. En je rijdt zelf elektrisch, hoe zit het? Ja, een elektrische Neos misschien. Ja, dat klopt. Dat dat maakt het inderdaad het gevoel nog niet heel veel beter. Maar we moeten toch een keertje ooit aan de elektrisch? Of helaas, ja, maar... dat mooie geluid. Ja. En die benzinelucht. Ja. 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 Maar zie je het echt als een verschrikking? Weet je, op het ene moment wel. Het andere moment denk ik van ja, weet je, het is ook wel lekker als het wat stiller is. Maar ik kan inderdaad ontzettend genieten als ik gewoon op een hele basic Teneré in de rondte rij, 700. Waar het blok, het praat leuk, het roffelt leuk. En dat gevoel, dat krijg je gewoon niet uit iets elektrisch. Nee. Nou, dat doen we gewoon even. Het is een... Hebben we ook elektrisch erin zitten of niet? Ja, dat is dit. Ja, nou.
Moeten die er wel een keer bij zetten? Ja. Lekker. Maar daar hou je dus al van. Een lekker geluidje, een iets ander uitlaatje erop en zo. Nee, dat hoeft van mij helemaal niet. Nee. Als ik de Teneré standaard heb, dan maakt hij al een prachtig geluid. En dan heb ik eigenlijk al helemaal prima naar mijn zin. Ja. Nou, is dat een ontwikkeling die je niet zo fijn vindt, hè? Ooit naar elektrisch. Ja. Maar andere ontwikkelingen, technisch, is Yamaha veranderd? Is het publiek veranderd wat in de zaak komt? In 2006 begon de motormarkt ietsjes in te dippen. En toen was ik op vakantie geweest naar Mallorca. En dan kwam ik de eerste X-Max 250 tegen, motorscooters. En we zijn toen begonnen met Scooter Experience. En Scooter Experience was gewoon, we hadden de demo van alle modellen. En die gaven we aan mensen 2 dagen mee om eens te proberen. En dat ging sky high, dat was echt hartstikke leuk. Ik was er ook altijd een klein beetje tegen, maar ik heb Ibiza een keer onveilig gemaakt. Op zo'n X-Max, geloof ik. Ja. Ik vond het een heel, heel fijn speelgoed. De helmen kunnen er gewoon in. Zet dat ding neer, hup, de helmen erin, klaar en weg. Maar ook bijvoorbeeld zwemspullen mee en eventjes naar een strandje toe. Gaat ook hartstikke makkelijk. Ja, ik vond het wel... En mensen vragen mij ook wel eens, hè, van goh, hoe kan het nou? Je hebt een winkel vol. En als je dan mensen gaat uitleggen, ja, maar waarom rij je nou in godsnaam op een scootertje? Je pakt hem zoveel makkelijker. En ja, ik rijd mijn hele leven motor. Er zitten voor mij geen moeilijke dingen aan. Maar staat er een scooter in de tuin, pak ik die veel sneller dan wanneer er een motorfiets staat. Gaan we jou op een scooter zien? Nee. Nee? Nee, ik moet echt iets tussen mijn benen. Het klinkt een beetje lullig, maar ik vind het gewoon prettig om op een motor te zitten. Klinkt altijd wel leuk als een vrouw dat zegt dat ze wat tussen de benen wil. Ja. Ja. Maar jij hebt klanten wel zien veranderen, denk ik. En de kleding, accessoires, die zijn misschien wel meer dan motoren. De afgelopen 10, 15, 20 jaar enorm veranderd, denk ik. Ja, klopt. De klanten zijn veranderd en de kleding ook. En de veiligheid is natuurlijk altijd wel... Of tenminste, is heel erg belangrijk geworden. En maatwerk wordt nu, is de laatste ontwikkeling weer heel belangrijk. Dat mensen en merken dus ook maatwerk aan gaan bieden. Veiligheid, airbag. Nou ja, jullie hebben het erover gehad. Ja. Dus je ziet daar wel ontwikkeling in. Maar mensen oriënteren zich ook veel meer online. Dus voorheen kwamen ze bleu binnen en zeiden ze van, nou ja, leg het me maar uit. Goed, pak en nodig. Nu moeten we mij soms bijspijkeren met de kennis, bij wijze van spreken. Ja, ik ben ook wel zo iemand, als ik iets ga kopen, ga ik eerst internet afstruinen. Weet ik bijna het artikelnummer als ik de zaak in kom. Van, ja, ik wil eigenlijk gewoon dus dit specifiek prijzen, hebben. Dat is dan ook wel weer een dingetje wat dus nadenken. Heb je daar last van? Daar hebben we wel last van gehad, ja. Maar ja, prijzen. Ik zag van de week in een appgroepje nieuwe Alpine Stars boots, €70. Toen zei iemand ook, is dit echt? Ik denk, ja, het feit dat je het al vraagt. Ja. Gloednieuwe boots die normaal echt €100 kosten. Ja, die kan je gewoon niet voor €70 online legaal goed ergens krijgen, lijkt mij. Ja, dat is dan een winkeldochter. Of er wordt natuurlijk wel gekopieerd. Maar volgens mij is dat bij de motorkleding valt dat wel mee. Ja? Maar er is ook heel veel aanbod. Dus wat je nu ziet is dat er ook best wel wat bedrijven dan ook weer toch losgaan met de prijzen om hun voorraden af te bouwen. En dat is wel die onderlinge concurrentiestrijd op prijs is wel een ding in de motorkleding. Ja. Ja. De klanten zijn veranderd. Wat is er veranderd aan die klanten? Nou, die klanten die zijn online zich die zijn wijzer helemaal geworden. Ja, een stuk wijzer. Maar zijn ze ook goed wijzer geworden? Want ik kan best binnenkomen en denken, ja, ik wil dat pak. Maar jij kan misschien denken, ja, dat is leuk dat je dat wilt, maar dat is helemaal geen goed pak voor jou. Nee, klopt. En dan? Dan weet je ze best wel te overtuigen als ze daarvoor openstaan. Kijk, uiteindelijk beslist een klant zelf wat hij wil. En er zijn altijd wel eigenwijze mensen. Maar over het algemeen, als je kennis goed is en je stelt een paar goede vragen, dan kun je mensen wel heel gauw overtuigen dat ze dan toch iets anders moeten kiezen. Wat is nou, als het gaat om motorkleding, de meest gemaakte fout die mensen toch maken? Dat ze te veel eisen hebben voor het gebruik, denk ik, wat ze willen. Of dat ze altijd over een Gore-Tex-pak beginnen. En nooit in de regen. Gore-Tex, maar ook dan alleen denken dat als iets waterdicht is, dan is het per saldo Gore-Tex. Oh. En als Rikke van de Prijs bijvoorbeeld. Maar ja, dat. Of nog steeds een helm te comfortabel kopen. Ja, de helmen-ding, ze zijn wel wijzer geworden daarin. Maar mensen zijn wel geneigd om een helm te groot te kopen. En dat gaat ten koste van de veiligheid. Dus daar willen we ze altijd wel een beetje op wijzen als ze daarvoor openstaan. Toch koop ik nooit motorkleding online. Nee, ik moet het ook echt passen, voelen. Zien. Ja. Inderdaad, ook een helm even goed proberen of die niet. Ja. Ik kan dat niet online hoor. Nee, je bent wel in de minderheid aan het worden.
daarin. Okay. Plus dat het ook dat gewoon maak leuk je dan is. Ook al stiekem natuurlijk een beetje een oude lul. Ja. I'm in my mid-50s, ik weet het. Dus, je zit goed in de hoek. Dus ja, dan, ja. Maar is dat veranderd dan? Want de gemiddelde motorzaak waar ik binnenkom op een drukke zaterdag... dat is over de hoofden lopen en van jong tot oud. Het is ook een uitje. Ja, ik vind het leuk als ik op zaterdag ga rijden en ik stop even ergens en eventjes toch naar binnen. Ja, als je kiest voor één merk waarin je dan de verdieping in kan gaan en net even wat meer kan laten zien dan een ander. Ja, dat maakt dat mensen toch het leuk vinden om een keer naar je toe te rijden. Ja. Plus de rijke historie die we hebben. De meeste mensen hebben altijd wel een keer wat van ons gehoord, zeg maar. Beschrijf eens jullie gemiddelde klant. Hoe ziet hij eruit? Wat is het voor iemand? Is het een beetje een oude lul die boven de 50 is en dan alsnog een motor gaat kopen? Of? Nee, ja, ik denk dat gelukkig, wij doen best wel heel veel met 125's ook nog. Zeker ten opzichte van landelijk. Ja. En dat zijn jonge lui die, zeker het 125 rijbewijs, zijn echte jongens en meiden die bewust kiezen voor dat... eigenlijk redelijk gehandicapte rijbewijs. Want je moet nogal niet wat doen voor dat 125 rijbewijs. Want je moet daarna nog een keer afrijden voor je A2 rijbewijs. Dus die hebben daar best wel heel veel voor over. En het enthousiasme wat hun hebben, dat is zelfs voor ons... Hè. Ik bedoel, ik zit er 30 jaar in. Niek, denk ik, 25 ja, of zo? 25. Dat werkt voor ons ook nog steeds aanstekelijk. Dat is leuk. En dat is nog wel eens een vergeten groep. Maar wij merken dat die heel enthousiast zijn. Maar dat is toch de motorrijder van de toekomst. Iedereen die nu met 18, 19, 20 op zo'n 125 stapt... ja, dat zijn allemaal motorrijders voor het leven. Ja, ja, en dat zijn ook zeker met de social media... natuurlijk de ambassadeurs voor de toekomst. Ja. Want als je ziet wat daar op social media mee gebeurt... al die jongelui, dat maakt het voor ons ook echt leuk. Ja. En één keer een modderfiets verkopen, dat is niet zo moeilijk... Maar de tweede, derde, vierde is wel heel leuk. En wij hebben klanten waarbij inderdaad opa ooit een keer bij onze motorfiets... en dan vader en nu komen de kinderen. Ja. En dat maakt het wel heel speciaal. Ja, dat maakt het echt heel leuk. Dat zijn voor ons, denk ik, altijd wel de opstekers. Ja. En als het CDA aan de macht komt... dan wordt de verkoop van 125 cc's helemaal sky high. Want zullen we dan het legaliseren voor rijbewijs B-bezitters? Ja. Eindelijk, ja. Ja. Ik zeggen. Ja. Is dat een goed plan volgens jullie? Gedeeltelijk. Ik heb er ook wel mijn ideeën over. Kijk, de fietspaden worden overvol... en iedereen loopt maar te tobben over bereikbaarheid. Dus ik denk dat met een toch wel een gedegen opleiding... vanaf 16 jaar... en dan met een 125 of een equivalent elektrisch... en dan kom je toch weer op het elektrische verhaal. Voor in de stad zou dat toch wel ideaal zijn. Maar ik ben zelf van mening dat je met een 125 cc... die jongelui de snelweg niet op moet sturen. Die moet je gewoon stad en 80 kilometer wegen. Ja. Want met een 125 cc heb je eigenlijk niks te zoeken op de snelweg. En daar sturen die jonge enthousiaste honden wel naartoe. En dan krijg je best wel eens te horen... van joh, ik zit met invoegen best wel lastig met 125. Ja, vind je gek. Ja, en dat is best lastig. Maar in heel veel Europese landen mag je met 125 snelweg niet op. Ja. Dus dat je daar wat meer in gelijk gaat trekken... Ik zou het liefst vanaf een jaartje of 16 zien. Dan nemen die jonge bestuurders ook nog heel veel op. Ze leren zoveel met rijden, die eerste kilometers... En dat is ervaring die je opdoet voor de jaren daarna. En ik denk dat als je jonger begint, en dan wel gedoseerd... Hè, dus stad en binnendoorwegen... dat je daar gewoon veel meer verkeersinzicht mee krijgt. En dat je dan ook de druk een beetje van die fietspaden afhaalt. En dat je toch ook mensen sneller leert... met een tweewieler woonwerkverkeer te rijden. Want ja, de steden zijn vol, parkeren wordt lastig... En dan als je die jongelui... bromfiets gaat er een beetje af. Dat is soms toch voor een hele groep wat minder cool. Ja, zo'n elektrische fiets is hartstikke leuk. Waarbij je het levensgevaarlijk is. En je hebt een vervoersmiddel wat mega schoon is. Een fiets. En die ga je vervuilen door een elektromotor op te zetten. Met alle grondstoffen die je moet delven. Dus dat is... Iedereen die zegt, ik rijd lekker groen op mijn fiets in de ronde. Dat is dat hele kleine groepje die misschien de auto laat staan... en iets verder wegrijdt. Maar iedereen die met een elektrische fiets door de stad rijdt... Ja, die vervuilt in principe alleen nog maar meer.
Oh ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar het 125cc verhaal, hè, CDA wil dat ook graag promoten. Dus binnenkort schuift er een politicus hier aan tafel aan bij de Motorpodcast. Dat is Pien Meppeling. Ja, om leuk. Haar verhaal te vertellen. Ja, ook een familie motorfietsmens. De dochter van Woutje natuurlijk. Okay. Wout van Bromfiets, het Bromfietsblad. Waar die nou net mee gestopt is. Maar ja, dat is ook wel genetisch bepaald bij Pien. Oké, nou dan kunnen we het daar ook nog eens over. Zij is voorstander en binnenkort spreken we ook de NEFOM. De partij die tegen motorrijders en motorlawaai overlast is. Dus die zitten er heel anders in, denk ik. Dat worden interessante afleveringen. Maar je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Nee, zeker niet. In die wrijving kom je soms toch... Vies woord, compromissen. Maar soms kom je wel verder door gewoon af en toe even een beetje... Nee, maar ik denk wel, ik ben het wel met je eens. Je moet iemand met een 125cc die eigenlijk niks op... wat gewoon onveilig is op de snelweg, waar mensen gewoon 130 rijden 's avonds of harder. Ja, dat is gewoon niet slim. Omgekeerd vind ik ook, en dan komen we weer op de discussie driewielers... dat het best gek is om sommige mensen uit de auto capriolen uit te zien halen op een driewieler die zich eigenlijk toch als motor gedraagt. Dat denk ik van, ja, ik weet niet of dat nou zo veilig is als weggebruiker. Moeten we dat nou allemaal wel willen? Ja, dat klopt. Het zijn mooie discussies. En we komen er ook in de podcast niet uit. Want we hebben nu ook luisteraars. Ja, die vinden überhaupt wat van een motorscooter, van een driewieler, van een A-rijbewijs, weet het, code 80, noem maar op. Ja, als er dan iets is wat veranderd is, dat iedereen een mening moet hebben. Moet hebben ook. Ja. En ventileren. En zeker vanaf het veilige internet kun je natuurlijk heel makkelijk een mening ventileren. Ja. Ik bedoel, thuis... heb je niks te vertellen, maar op internet kan je natuurlijk heel veel... Lekker van je af vloeken. Zeg maar. Ja. Zaken heb ik te vertellen, thuis niks. Ja. Nee, maar trouwens, met een kleine motor de snelweg op, dat ding wat achter je staat, daar... En hoe voel jij je met dat ding op de snelweg? Ja, het is wel even oppassen natuurlijk, maar... Maar nou heb jij de nodige ervaring, maar... Goed kleurtje, dat dan wel. Het valt wel op, ja, knarrig geel. Ja, maar goed, ik kan ermee de snelweg op. Alleen het remmen, ja, dat is wat enger met dat ding. Als je vroeger had je wat meer de tijd om te remmen. Ja, dat is wel even wennen. Af en toe dan denk ik, oh ja, trommelremmen. Even rustig gaan. Maar ja, het kan wel. Ja. Met mij erop gaat hij toch al nog 110. Dus dus als er een heel licht kereltje op zit, dan gaat hij nog wat harder. Ja, ja, dat het kan wel. Ja. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ja, Nicole. Wat? Ja. Stereo. Ja, nou, ik denk dat ik niet echt een wens heb of voor een speciaal ding om dat aan te schaffen. Meer misschien om nog een keer een mooie reis te maken. Waar zou je heen willen? Met de motor. Nou, dat hoeft niet eens zo ver weg. Ik heb in mijn jeugd, eerste motorjaren, een mooie tripje gemaakt door Schotland heen. Met de Transalp toen nog. En dat is wel heel goed bevallen. Dat vond ik een prachtig land. Om nog eens een keer doorheen te rijden. Wat is daar blijven hangen aan herinnering? Ja, dat ruwe landschap en die mooie logs. En ja, vriendelijke mensen ook vooral. Die je de ruimte geven als motorrijder. Ja, ik vond het een heel tegenstellend land. We kwamen daar met prachtig mooi weer. Toevallig ook met Roger en zijn toenmalige partner. En zij ook met de toenmalige partner. Ja, precies. We waren nog heel jong. Maar we waren ook met prachtig mooi weer. En dat je dan van die turquoise blauwe zee ziet. Met dat ruige landschap. Ja, Schotland prachtig. Is magnifiek. Je rijdt welke bocht je ook omrijdt. Iedere keer heb je weer een ander landschap. En prachtig. Ja. De allereerste aflevering van de Motorpodcast ging over de reis van Bas door Schotland. Die was ook echt mega enthousiast. Jij zegt mooi weer. Dat is op zich wel unicum natuurlijk in Schotland. Ja, dat was... We hebben maar ook zelfs met de regen is het mooi. Ja. We zijn daar met de zaak of roadwezen rijden. En dan rij je echt tot op het bot nat. En dan kom je in een cafeetje aan. En dan ga je zitten. Je hangt je jas neer. En je hoort zo gloek, 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 gloek. En je ziet zo om je heen. En dan snap je ook ineens waarom ze daar eigenlijk allemaal gewoon zeil op de grond hebben liggen. Je ziet die plas om je heen groter worden. Die mensen blijven vrolijk. Ja. En het blijft mooi. Glaasje whisky. Hekkes en door. Ja, dan laten we ze zitten, toch? Ja. Dus zij zou graag met de motor weg willen. Ja, en ik koop weer oude binden natuurlijk.
Wat staat er nog boven op je verlanglijstje dan? Wat staat er nog niet in je museum? Ja, je toch kan een oproep doen. Dat weet je, dat kom je tegen of niet. Ik ga er niet meer echt naar op zoek. Maar een RD 500, als ik daar toch nog een keer aan zou kunnen komen. Wacht, ik pak het rekenmachine er even bij. Wat kost die? Een RD 500, een mooie. Ja, wat is een RD 500, jongens? Help me even. Tweetakt. Tweetakt motor. Ja. Ja. Nou, dus, kost die? Een RD'tje 500, een mooie. Ja, 25.000 euro ben je sowieso kwijt. Okay, 25.000, ja. Nou, daar heb je nog 75. En dan? Ja, dat klopt, maar die komt ook wel vol. Met al, toch wel al, echt allemaal. Nou, noem eens, wat wil je nog hebben? Als ik dan iets moderns. Die is net uitgekomen, de XSN 900 GP. Natuurlijk ook weer helemaal in die oude lozenstijl. Dat is dan weer een nieuwe retro-mode. Iets waar ik wel weer helemaal blij van kan worden. Dus ja, die komt ook weer te staan. Nieuwe retro, Quanta Costa? Is nog niet bekend. Nog geen prijs opgegeven. Maar je hebt toch een idee in welke hoek die zit? Ja, laat die ergens rond de 14 gaan kosten. Oh, 39 pas. We ronden hem af op 15. Want we hebben een koffertje, een dingetje, weet ik veel, erbij. Nou, 40 ruggen. Ja. Hebben er nog 60. Nog een leuke Yamaha Starvenger erbij. Hè, die je in Nederland officieel niet kunt kopen, toch? Ja. Is dat wat? Ja, weet je, ik ben niet zo moeilijk. Het is prima. Maar ik ben al tevreden eigenlijk met wat er boven staat. Oké. Okay. Ja. Ja, dat misschien een beetje opknappen. Ik denk dat ik in plaats van het geld liever nog 30 jaar extra te leven heb in goede gezondheid. Dat ik er ook een keer aan toe kom om erop te rijden en ze op te knappen. Wat ik iedere keer van plan ben. Want ja, in het enthousiasme heb ik zoveel modderfiets gekocht. En iedere keer denk ik, dan heb ik hem alweer gekocht en er zit er eigenlijk te veel werk in. Maar ik denk, ja, ooit heb ik tijd. Dus laat het geld maar zitten. Doe mij de tijd maar om ze inderdaad klaar te maken. En om er een keer op te rijden op al die dingen. Ja. Oké. Okay. En je knutselt er ook zelf aan. Je knapt ze helemaal op en schoonmaken. In gedachten dan, want je komt er niet echt. Ik kom er niet aan toe. Nee. Je hebt een fantastische werkplaats, dus ja, aan de werkplaats ligt je willen. Niet. Nee, dat klopt. Alleen de werkplaats is natuurlijk volgeboekt en daar moeten we centjes in verdienen. Ja. En maar s'avonds. Die oude rommel van mij, maar ja, dan worden de monteurs weer helemaal in de war. Ja. Want dan, ik ben dan veel te enthousiast en dan heb ik overal ligt er een exploded view van modderfietsen en onderdelen en dingen en gereedschap, want dat ligt dan ook niet op de plek terug. Ja. En daar worden ze niet zo vrolijk van. Nee, liever op jouw manier, op je eigen werkplaats. Ja. Ja, dus boven wil ik ook inderdaad lekker een werkplaats inrichten voor mezelf, waar ik dan wegkwijnend lekker kan genieten van een modderfietsje en rustig aan op het tempo zoals het komt. Lekker die modderfiets een beetje opknappen. Dus nu weten we wat er gebeurt. Als je daar s'avonds diep in de nacht langs dat industrieterrein rijdt en er brandt nog een lampje boven achter. Dan zit jij in het museum, dat is het. Ja, ja, ja. Nou ja, heel stom. Soms kom je wel eens van een afspraak of wat dan ook. S'avonds laat Hilversum rijden. En als je dan via de 2-1-1 Hilversum rijdt, dan is het toch heel makkelijk om eventjes langs de zaken. Want dan moet ik dan toch langs. Het is maar een klein stukje om. En dan betrap je jezelf er toch eens op dat je dan voor je eigen winkeltje stilstaat en dan stap je uit en dan ga je van buiten naar binnen staan kijken. En dan zie je het vanuit een hele andere hoek. Ja. Maar dan denk je, ja, ben ik nou gek? Of weet je, ik sta er de hele dag en dan sta je vanaf de andere kant sta je ook weer te kijken. En dan sta je te kijken en dan word je toch ook wel weer blij. Ja. Dus, ja, het is toch trots, zeker als je 95 jaar bestaat. Ja. En het pand zoals het er staat. Ja, ja, Peter en ik kennen het, want het is hier in het dorp. Ja, het staat er mooi bij. Ja. Ja. Waar staat Van der Kuijner als jullie 100 jaar zijn? Of 105 of 125? Ja. Ik denk naar de 100 dat, neem ik aan, toch? Ja, ik denk dat als we 100 worden, dat we er dan toch niet aan ontkomen om toch weer een keer een feestje te gaan vieren. Ja, nee, dat gaan we zeker Want doen. Want 95 is eigenlijk geruisloos voorbij gegaan. Net als de 90 en de 85. En eigenlijk hebben we echt een keer een feestje gevierd toen we 80 jaar bestonden. Toen hebben we inderdaad een feestje gegeven. En toen hebben we een motorfiets verloot zelfs nog. En die jaar gratis onderhoud hebben we volgens mij weggegeven. Ja. En dan naar Rijan. Dus, maar dat is alweer 15 jaar geleden dat we echt een keer een feestje gevierd hebben. Ja. Zeker als ik de verhalen over jullie bedrijf lees, dan zie je ook tussen de comments van nu dan staan van, ja, ik kwam hier inderdaad al met mijn opa of met mijn vader en ik kom nu zelf ook en met mijn zoon. Ja, je kan ook gewoon een 3-4 generatiefeest geven straks als je 100 jaar bestaat, want je klanten bestaan net zo lang. Ja. Die zijn er ook wel, nog steeds. Ja.
terugkijkend, want je zit 25 jaar in de zaak, Nicole. Ja. Is er één moment bijgebleven waarvan je denkt van, nou, dat is zo'n bizar of bizar mooi moment geweest in de zaak? Meest memorabel? Nou, dat vind ik wel lastig. Maar ik denk gewoon toch de ontwikkeling van ons eigen pand. Dus de verhuizing. Want dat is natuurlijk voor mij wel redelijk ook een goede start geweest als mede-eigenaar. Dat je dat helemaal naar je eigen idee hebt kunnen doen. En dat je dus ook een start kan maken als eigen. Dat het echt helemaal eigen voelt. Dat vond ik wel een mijlpaal, ja. Zeg maar dat. Even kicken. Ja. Maar als je er nu staat 's ochtends, denk je dan van dat zou ik eigenlijk nog willen veranderen? Ja, continu denk ik dat wil ik veranderen. Maar dat heeft gewoon met de dagelijkse dingen te maken, drukte, dat je daar niet aan toe komt. Ja. Maar nee, er zijn nog genoeg wensen en dromen. Gewoon meer beleving in die winkel te krijgen. Ja. Beleving, hoe bedoel je dat? Het is natuurlijk best wel dubbel. Want als je gaat kijken, we hebben best wel een turbulente tijd meegemaakt. Zeker de laatste tijd. Bedoel, we zijn een aantal jaren bezig geweest om te kijken dat we dat met de motorkleding weer op de rit konden krijgen. Dan hadden we eigenlijk wel een hele mooie beslissing genomen om samen met Voordeelhelmen dan een franchise aan te gaan. En we hebben de winkel begin dit jaar echt een mooie kledingshop gemaakt. Met een wand met mijn oudste zoon erin gezet. Prachtige wand erin, mooie shop waar je echt wel heel trots op kan zijn. En dan is het natuurlijk best wel heel dubbel als je dan tot de conclusie moet komen dat je gewoon door het gebrek aan personeel, dat je dan gewoon al moet stoppen. En na 6 maanden. En dat is natuurlijk niet wat je hoopt. Nee. Ja. Maar dat is, weet je, als je het dan hebt over een groot verschil, hè, Niek heeft het net al eventjes aangestipt, je wil die klant helpen, maar dat is natuurlijk ook je bestaansrecht. Hè? Ten opzichte van het kille internet, waarin iedereen net even een dubbeltje goedkoper kan zijn, is het de meerwaarde van Niek, wat Niek doet, gewoon het mensen goed adviseren. En als je daar dan niet de tijd voor hebt, hè, want het werd echt hartstikke druk en er kwamen steeds meer mensen, maar die vluchtige internetklant die je dan krijgt, die moet je ook echt wel beetpakken en best wel vasthouden, want anders dan is die alweer weg. En als je dat niet kan doen en je kan niet die service meer bieden die je, hè, doordat het drukker wordt, dan heb je je gewone klanten die je ook niet meer zo kunnen helpen. Ja, en dan houd je bestaansrecht op, want dan kom je eigenlijk, je kan alles net niet doen. En dan loop je zelf bij, niet 3,5 dag in de week. En dat werd 5 dagen met kinderen. Scheiden, dus dan moet je je kinderen natuurlijk ook opvoeden. Dan zit je echt continu in een positie. Ik bedoel, ik ben niet zo lenig, maar je zit echt in een soort split. Het personeel, joh, het is overal zo lastig. Waar je ook kijkt. Iedereen, ook tv-spots, radiospots, niet meer over het product, maar gewoon we zoeken collega's. Ja. Bij ons ook, in de werkplaats ook. Ik bedoel, we begonnen dit jaar met 3 monteurs. Eentje is er eerder al weggegaan. Aankomend jaar gaat Frank, wij noemen hem Bob, weer terug zijn oude passie in de autosport. Ja, die gaat voor Jos en Max bij het GP Elite team sleutelen. Wat natuurlijk ook een kans is die je gewoon moet pakken. Maar ja, dan gewoon geef een 3-1. Ja. We hebben gelukkig een nieuwe leerling monteur erbij aangenomen. Morgen begint een nieuwe Oekraïense monteur. Dus met Google Translate gaan wij aan de gang en gaan we hem hopelijk snel ook wat Nederlands bijbrengen. Maar dat is wel een dingetje. Personeel is inderdaad best wel moeilijk om te vinden. Ja. Maar dat blijft ook weer de uitdaging. En dan, weet je, als dingetjes dan op een gegeven moment allemaal even wat lastig zijn en ineens past het weer in elkaar. Ja, en dan kan je wel ook wel weer heel blij worden als het ineens weer lukt. En morgen krijgen we een hele enthousiaste nieuwe collega. Nogmaals uit de Oekraïne. We gaan kijken hoe dat gaat lopen. Hij heeft er ook bij een Yamaha-dealer gewerkt. Oh, ja. En daar zijn we ook weer blij mee. Dus hoor ik een oproepje als je nu zit te luisteren en je zoekt een baantje, hou gewoon de motorzaken in Nederland in de gaten of de vacatures staan. Want volgens mij zit iedereen om mee te springen. Ja. We zoeken nog steeds mensen in de werkplaats. Maar daarin ook weer het dubbele moraal. Want daarin zeggen we natuurlijk allemaal, we zoeken monteurs. Het liefst hebben we fulltime monteurs. Maar iedereen is te druk om op te leiden. Ja.
Dus we leiden nu een monteur op. Het liefst zou ik nog wel 3 van die enthousiastelingen opleiden. Maar je moet ook monteurs hebben om ze de dingen bij te brengen. Ik zou het op zich ook nog wel grappig vinden, weet je. Sleutel. Als monteur? Ja, ja ik heb er ook wel wat. En dan zitten we nooit zonder werk. Nee, vergis je niet. Ik ben best wel handig en bereid om dingen te leren. Nee. Hey, maar nog wat meer beleving in de zaak. Dat is, moet ik dat dan zien als een soort bike shed-achtig iets? Dat roepen wij altijd, hè? Dit is onze bike shed. Er moet een bike shed komen in Nederland. Ja, ja. Ja. Nou ja, kijk, het leuke is wel... Ik wil mijn motorfiets op de tweede verdieping nog wat leuker uitstallen. En dan is het wel leuk om de mensen... Je hebt je nieuwe motorfiets in de winkel staan. Maar om mensen die echt enthousiast zijn van het merk... en ook soms om ze nog wat te overtuigen... van joh, laten we nou eens naar de Yamaha Heritage gaan kijken. En dan heb je gewoon een uitstallingje boven. En dan kan je zien waar het merk Yamaha vandaan komt door de jaren heen. En... ja, er is in ieder geval alleen iemand die het leuk vindt. Dat ben ik zelf. Maar ik merk wel dat mensen het ook wel echt heel leuk vinden. Ja. Oh, mag ik dan even kijken? Dat staat niet zelf bijzonders. Maar dat is toch ik mooi, vind het leuk. Je passie kunnen delen. Weet je, of het nou via een winkel is, of via een museum, of via de mensen houden vlogs bij, blogs. Delen gewoon foto's. Dat is het mooie wat wij met de podcast ook doen. Gewoon mensen achter de microfoon die passie voor motoren hebben. En als jij denkt, ja, ik ga die tweede verdieping wat beter uitlichten en afstoffen. Is dat alleen maar mooi? Ja, dat klopt. Als je mensen daarmee weer kan enthousiasmeren om of later te gaan motorrijden als kind. Of dat je denkt, nou ja, ik ga toch een andere motor kopen. Of ik ga toch door het zien van jouw heritage boven een andere keus maken. Ja, alleen maar mooi. Ja, ja. En soms zie je het zelf ook niet meer zitten. Dan ga je boven zitten en ik, ja, krijg je er ook weer een goede open. Kan je er ook weer mee door. Ja. Ja. Wij moeten nog napraten, denk ik, in de nabranden voor vrienden van de show. Ja, de Nicole en Roger, dank voor jullie komst naar de studio van de Motorpodcast. En gefeliciteerd met jullie jubileum. Nog net op het randje in 2023. Ja, dankjewel. Als je van de Kuinder een keer een bezoekje wilt brengen, bezoek ze dan in Hilversum. Van dekuinder.nl, daar vind je alle informatie. We gaan nog met jullie nabranden in de nabranden voor vrienden van de show. En ben je nog geen vriend van de show? Word dat dan snel op demotorpodcast.nl. Want dan krijg je onder andere de nabrander. En vind je deze podcast leuk? Deel hem dan ook vooral met andere motorrijders. Heb je nou Spotify als favoriete app? Druk dan op het knopje volgen, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering van de Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.